eentje met Marco. Dit wordt uitzending nummer 20. We hadden alles in de goede volgorde. En we hebben kritiek gehad. Maar dat is alleen maar goed dat je kritiek krijgt, hè? En mensen hebben moeite met kritiek, maar Marco en ik die moeten daarom. Lachen bijvoorbeeld. Goedemorgen. Oh, jij bent ook vroeg op. Wat? Ja, hè? Ja, ik ben een beetje aan de late kant. Want ik moest toch even wat eten. Oké, goed, ik heb dat al gedaan. Dus. Mooi. Ik heb net al even tegen de luisteraars, terwijl jij nog niet opnam, verteld. Dat we dus een show gingen doen. Ja. En jij hebt de show notes voor je, of wil je daar compleet van afwijken? Nee, laten we er gewoon maar mee beginnen. Maar ik heb ze nog niet voor mijn neus. Ik pak voor de luisteraars. De luisteraars kunnen zien, we hebben er 7. En de eerste heet Ondanks aanhouding. Ik moet even mijn leesbril opzetten. Ondanks aanhouding. Toch weer auto's in brand in Ede. We hebben die aanhoudingen over. Ja, goed, maar dan kunnen we ze daar ook over. Dan krijgen we Brussel. En dan iets over scholieren. En dan het echte glazen begint 's avonds. Vind ik ook zelf echt, hè. En een helft van de bijstandsontvangers wil of kan niet werken. Ja, daar heb ik ook heel veel vragen over. En dat Zwitserland wil dus geen lid worden van de EU. Na 24 jaar overpeinzen. Ja. En dan criminelen ontsnappen uit politiewagen. Nou, die laatste wordt ontzettend leuk. Heb je die bekeken in de voorbereiding? Nee. Oké, je gaat er helemaal fris in. Ik heb gezien iets van die aanhoudingen in Ede. Uh-huh. En dat er toch weer een brand is. Ja, ik start even het filmpje op, ja. Voor de kijkeraars. Ik lees even een stukje voor. Er zijn toch weer auto's in brand gestoken in Ede. Gisteren werd nog een man aangehouden die verantwoordelijk zou zijn voor de reeks autobranden in de stad. Maar daarmee is blijkbaar geen einde gekomen aan de brandstichtingen. In de wijk Rietkampen brandde een auto volledig uit. Een andere auto raakte aan de achterkant beschadigd. Bij de voertuigen werd een gesmolten jerrycan aangetroffen. Apart rechercheteam. In mei was het een tijd lang onrustig in Veldhuizen, een wijk daar in de buurt. Een groep van tientallen jongeren, meestal van Marokkaanse komaf, zorgde voor ongeregeldheden bij een leegstaand winkelcentrum. De politie werd belaagd, er vonden vernielingen plaats en ook werden 15 auto's in brand gestoken. Een apart rechercheteam deed onderzoek naar die branden en hield gisteren een verdachte aan. Even werd gedacht dat het daarmee gedaan zou zijn met de autobranden, maar dat bleek dus een valse hoop. Vind je ook niet een heel zielig bericht dit? Alle 10 moet je ze aanhouden en dan moet je een gesprekje hebben met hun ouders. En dan zeg je foei. Nee, maar goed, dan moet er natuurlijk wel rechtszaak komen. En schadevergoedingen en dat moet allemaal geregeld worden natuurlijk. Ja, precies, maar die Marokkanen hebben geen cent te makken. Dus jij bent ervoor dat we gewoon die organen gaan oogsten van dit soort jongens. En zeggen we nou, die linker nier van jou, die brengt in China nogal €5.000 op. Wil je de poen vandaan halen? Of wil je ze naar een gulag sturen? Ja, dan. Kijk, wat ik al zeg, ik bedoel, repressie werkt niet. Oké. Nou, je hoeft er nu niet gelijk antwoord op te geven, maar... Kijk, dit is een criminele actie.
laat ik mijn vraag... Het is persoonlijke gewin, dat is of uit belorigheid, wat ik niet aanneemt, of het is uit frustratie. Ja, ik zie daar niet zoveel verschil tussen hoor, maar... Oké, okay, maar wat krijg je als je frustratie met repressie gaat bevechten? Dan krijg je alleen maar nog meer frustratie. Ja, precies. Kijk, het eenvoudigste antwoord is dat als jij woont dus in zo'n risicogebied, dat is het niet zo dat er een of andere, stel je hebt geneukt met een vrouw in de buurt en die echtgenoot is een beetje boos geworden, hè? Ja, dat is een ander verhaal, hè? Maar stel je hebt nooit geneukt in de buurt, je ging van iedere dag gewoon naar je werk en je auto is morgens weer nodig en je ziet iemand bezig met een jerrycan, ja. Ja, dan moet je gewoon doodmaken. Er is geen hoop meer voor die mensen. Als iemand denkt, ik zie hier geen gat meer in, ik ga auto's in de brand steken om een punt te maken. Flikker op. Go to hell. Ja, sorry hoor, maar af en toe komt... Ja, ik heb de Koran ook gelezen, weet je wel. Ja. Amongst andere boeken. En de politie heeft dus één iemand gearresteerd en dat lost het probleem niet op. Nee, vind je het gek? Nee, want er zijn tientallen jongeren. Nou ja. Dus het is niet één iemand, het zijn de tientallen. Ja. Doe je er tegen? Maar mijn punt is dan, laten we ervan uitgaan dat dit gewoon gefrustreerde mensen zijn voor het gemak. Hè? Iedereen kan het eigenlijk wel begrijpen dat het een hypothese mag zijn. Hè? Maar wat moet je nou voor die mensen doen? Viool gaan spelen als Adolf de Hitler? Nee. Maar kijk, hoe zijn die relletjes begonnen? Ja, inmiddels zijn er 15 auto's in de brand gestoken. Ja, nee, en hoe ook... zijn die relletjes begonnen? Dat is omdat er een bepaald etablissement, misschien met goede reden, dat weet ik niet, maar gesloten werd. En dat was geen alternatief voor. Ja, ze hebben een winkelcentrum, dat gebouw was oud, maar ze hebben het winkelcentrum gesloten. En daarmee hebben ze ook hun, dat kregen ze allemaal gratis van ons, kom er maar eens om in Marokko, hè. Dat de Marokkaanse overheid voor ons een samenscholingsruimte, maar dat hadden ze dus wel gedaan van die Marokkanen, die staan hier ook in Arnhem, want als je maar een Antilliaan bent, dan kan je naar de Basta ofzo. Maar omdat het winkelcentrum dichtging, ging ook die ruimte eraan. Ja, en toen hadden die Marokkanen echt alle hoop verloren. Ja. Niet eens dat meer! En er was ook geen alternatief voor in de plaats gezet. Ja, maar moet het dan? Ja, het lijkt me wel verstandig. Sorry? Squeeze me? Ben jij de stokvis half vergeten? Ben jij de stokvis half vergeten? Ja, maar als er een plek is waar je het vrij prettig hebt. Ja? Ja. Die plek wordt ineens van je afgenomen. Dat vind je niet leuk. Nee. En je mag je wel bedenken dat je die plek van tevoren voor gratis gehad hebt. Ja. Dus iets wat je altijd gratis kreeg, dat krijg je dan op een gegeven moment niet meer. En dat is alleen maar vanwege omstandigheden. En niet als ze de boel daarop te willen fokken. Dat het winkelcentrum ging gewoon dicht. En de gemeente had even geen geld om eventjes zo snel een nieuwe, met diezelfde lullige plastic stoeltjes te regelen. Kijk, als café De Wacht gesloten wordt, en dan heb ik een reden tot rouw. Of het streetcafé of zo. Maar zo'n lullig, vierkant rechthoekig hokje in Ede. Het is voor hun gewoon een reden om een vet... Dat is wel hun lullig vierkant rechthoek. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Maar de emmer zat al vol. Zullen we op het volgende punt overgaan? Mm-hmm. Brussel. 2280 vluchtelingen opgenomen in een maand. Onder de titel Brussel... EU neemt veel te langzaam vluchtelingen op. We hebben er maar 2280 opgenomen.
De EU-lidstaten hebben de afgelopen 4 weken, in de 4 weken, 2280 vluchtelingen uit met name Griekenland en Italië opgenomen. Een bijna verdubbeling in een maand. Dit is een positief teken, maar het gaat nog te langzaam, vindt Brussel. Dit zei EU-commissaris Dimitri Avramopoulos, en die is dan van migratie. En dat zei hij woensdag, want het is natuurlijk nou is het dus inmiddels een donderdag, bij een presentatie van de stand van zaken in de vluchtelingencrisis. Dus ik begrijp nu dat ze ook vluchtelingen hebben uit Griekenland en Italië. Nee, dat zijn doorstromers. Maar wacht even, maar Griekenland hoort toch bij de EU? Ja. En Italië toch ook? Die vluchtelingen, dat zijn doorstromers. Ja, de EU-lidstaten, behalve Griekenland en Italië. Dus Griekenland en Italië hebben ze iets van wegwezen met die vluchtelingen, dumpen die lui. Ja. En dan die andere EU-lidstaten zeiden van, we hebben een gezin in, weet je wat het kost per maand? Ja. Wat kost het trouwens per maand? Dan moeten ze aan de andere kant wat aan doen. Dat, ik bedoel, vluchtelingen, per vluchteling kost het je echt tot 1000 euro per maand hoor. Ja, en? Ja, dan hebben we het wel over 2 miljoen per maand. Aan euro, hè? Maar we nemen veel te langzaam vluchtelingen op. Maar goed, maar ben je het eens met die Dimitri Avramopoulos? Dat is mijn vraag aan jou. Ja, ik weet niet hoeveel ze er per maand in Europa willen hebben. Oké, laat mijn vraag dan. Laat ik mijn vraag dan. Hoeveel diversiteit ze daarin willen aanbrengen? Ja, precies, ja. Want mijn vraag te verfijnen. Door Europa, zo in de 20e eeuw zo ongeveer, had 200 miljoen inwoners. Hè? Ja. En Afrika, dat zit momenteel tegen de paar miljard of zo. Hè? Dus, Nee. Als je het dan hebt over een percentage van oorspronkelijke Europeanen hier in Europa, tussen 0 en 10%. Vind je dan 3% genoeg? Of ben je meer iemand van nee, ik wil 8% oorspronkelijke Europeanen in Europa behouden? Want daar moeten we wel rekening mee houden, want die mensen die fokken als konijnen. Kijk, ik bedoel, het is allemaal heel lullig als mensen vluchtelingen zijn. Er zijn natuurlijk internationale regels waar mensen zich aan moeten houden. Maar waar zet je het quota hier? Weet je wel, zet je het op 10.000, zet je het op 50.000? Nee, ik heb het over. Ik heb het erover. Kijk, je hebt dus in Afrika. Laten we uitgaan dat er ongeveer op deze aarde hebben we 6 miljard mensen. Miljarden daarvan verkeren onder erbarmelijke omstandigheden. Gaan we ze daar nog bekijken? Hè? Laten we het houden op 4 miljard. Ja? Dat is positief geschat, hè? Nou, dan komen die 4 miljard mensen hier naar Europa toe. Nou, dan heb je dus 200, dus 0,2 miljard oorspronkelijke bewoners op 4 miljard in totaal. Ja, maar kijk jij dan wel een stukje van de koek? Dus dan heb je dus over 2%. Nee, 20%. 20%. Nee, ik kan dat moeilijk zeggen. Ik bedoel, meer of minder, ja. Ik bedoel, kijk, waar we minder aan behoefte hebben, is aan mensen die auto's in de fik steken. Dat is denk ik wat zeker is. Ja, precies. En ik heb jou ook eens gevraagd, hoeveel vluchtelingen ben jij bereid om op te vangen? Dat heb jij gewoon eerlijk gezegd, nul. In jouw flat, ik wil hier ook geen vluchteling binnen. Nee. Ik heb een tijdje terug, gelukkig is het een paar jaar geleden, ik ben het voorval vergeten inmiddels, maar in mijn hartgevoel. Had ik dus een verdwaalde vriend en die moest met mij slapen, want die was dan dakloos geworden of zo. Wat was ik blij toen hij een andere woning had. Een kerel in je huis, flikker toch op. Je moet de hele tijd koffie hebben en dan moet hij weer dit en dan moet hij weer poepen. En dan gaat hij kanker over, waar is de pleepapier? We dwalen af, dus het wordt tijd om even naar het volgende punt te gaan volgens mij. Mooi zo, hou de vaart er maar in. Dat wou ik zeggen.
Scholieren moeten 2 keer per jaar examen kunnen doen. Het is verstandig om scholieren de kans te bieden 2 keer per jaar examen te doen. Dat vindt voorzitter Pieter Hendriksen van het College voor Toetsen en Examens, namelijk C, hoofdletter C, kleine V, hoofdletter T, hoofdletter E. College van Toetsen en Examens. Ja. Nou, dus... Wat doet hij nou? Dat als in november zakken, dat ze dan in juni het over mogen doen? Of doet hij nou dat, dat je de helft in november kunt doen en de andere helft in mei? Ja, wat mij verbaasde, dat was, ik heb dus een dochter, zoals je weet, en die gaat dus ook naar school. Dat is allemaal heel, is trouwens geslaagd vandaag. Oké. Van de HAVO. En dan was het gewoon zo, dan begon de school weer ergens in januari, weet je wel, na Nieuwjaarsdag. En dan een week later, 10 dagen later, komt ze bij mij helemaal met de haren in de war. Ja, ik heb morgen een schriftelijke overhoring. Dan denk ik, fok, je bent nog geen 10 dagen naar school geweest. En dan in plaats van, en dan hebben ze aan het eind van het jaar 1 examen. En dan gaan we opvoeren naar 2 examens. Dus zijn die kinderen echt alleen maar aan het overhoren. Wij er eigenlijk naartoe willen, hè, als mensen, als jongeren die op die examenklassen zitten, hè, als die bijvoorbeeld een beetje vooruit lopen met in bepaalde vakken, dan kunnen ze daar in november al examen in doen. Ja. En in die vakken waar ze wat minder in zijn, daar hebben ze dan meer tijd over voor, zeg maar van november tot mei. Ja. Ja, precies. Jij bent voor individueel gericht onderwijs. In zekere zin, ja. Ik ben voor individueel gericht onderwijs. Wat in zekere zin? Ja of nee? Nee, ja. Oké. Oké. En dat moet dus door Paul Reusemuller worden afgekondigd. Paul Reusemuller, die gaat even vertellen, ja, we gaan het zo doen, maar dan wordt het individueler. Weet je wat ze tegen mij zeiden, hè? Van dat mijn kind, die is nogal rustig en oplettend. En dat is een beetje vervelend. Want ze is omringd met allemaal mensen, dat zijn etterbakken. En zij krijgt geen aandacht. En dat was ons probleem. Dat werd mij verteld door het Big Doll Lyceum te Arnhem. En ik zal voor de kijkeraars eventjes, dat kan jij niet zien. Maar ik doe het gewoon voor de lol, er even bij pakken. En dan mag jij gewoon ook even gaan reageren. Mag je boos worden over het feit... mag je over dit soort dingen boos worden? Hallo. Nou, dat ze gewoon tegen me zeggen... Kijk, jullie dochter, dat is een oplettend, rustig meisje. En krijgt dus geen aandacht in de klas... Want er zitten allemaal aandachtsvragers, zo dom als het achterend van een varken. Mijn dochter heeft meegemaakt, er was een meisje die heette Indy. Dat maakt ook geen drol uit. Maar dat was een halfbloed. En de ouders waren gescheiden. En mijn dochter kwam dus helemaal onthutst thuis. Want Indy vond ze in principe wel een grappig meisje. Maar toen de lerares even de klas uitliep om een schone spons te gaan halen ofzo. Dus zei Indy... Van, of heet ze dat ook, maar was een andere naam, maakt niet uit. En toen zei zij dus, in your face, fucking bitch. Toen de deur dicht was, achter de onderwijzeres. En Nina was echt zo van, wat? Waar ben ik beland? En dan de hele tijd school onderzoeken, werkstukken maken, meningen verkondigen. Nee, maar een boelkrap. Ja, school? Ja, weet je wat ook was? Ze kwam een keer thuis, hè? En het was, dus, was in het voorjaar, ergens maart of zo, april, zeg het maar, hè? En het was droog weer, maar niet zo heel, nou, niet warm, hè? Beetje winderig, je kent het wel, van het Hollandse, het regent niet, maar Hollands koud weer, hè? En ze ja, kon... maar ik mag je even onderbreken, als je hier te lang mee doorgaat... Huh? Dan zie ik een toch wel een redelijk gaasje
een consult tegemoet. Mooi zo, mooi zo. Dus toch wel even het volgende onderwerp over gaan? Ik vind het best. Dus dat ze mijn dochter nat gespoten hebben tijdens de gym, dat heb je gewoon, dat zijn gewoon feiten. Nee, anders kunt dat mag niet gebeuren. En dat mag je ook niet over hebben. Wel? Nee, want jij zei net, als we zo doorgaan, moeten we het volgende onderwerp pakken. Ja. Ja, dus, dus mijn dochter, wordt gewoon, mijn dochter wordt gewoon van onder te boven nat gespoten met de brandslang. In het kader van een grapje. Die moet dan gewoon naar huis fietsen. Ze krijgt vervolgens een verkoudheid natuurlijk. En de volgende ochtend kan ze niet naar school. Het Beekdal Lyceum Arnhem, mensen. Stuur je kinderen daar naartoe als je dat wil voor je kind. Ja, goed. Maak er maar reclame voor, zou ik zeggen. Ja, bij deze. Bij deze. En, ja, dan gaan we door naar het volgende punt. Marco, jij bent ook regisseur. Ik bedoel... Nou, het avonduur een beetje in begint te vallen. Volgende onderwerp is het echte geluid. Dat begint s'avonds. Ja. Almere jongeren misdragen zich in de stadsbussen van Almere. Chauffeurs staken tegen het spugen, het gooien met steentjes. Ja, dit zat volgens mij gelijk al fout. Want dat moet er staan Almeerse, toch? Of niet? Waarom? Of is het nou Almere jongeren? Ja. Of jongeren in Almere, maar anders is het Almeerse. Het lijkt me ook Almeerse jongeren. Wat zijn die trefwoorden bij dit stuk? Almere, jongeren, connection. Ja, Almere is een trefwoord. Jongeren, connection, bussen en Ramadan. Ramadan. Goeie vraag voor jou, Marco. Moet je even over nadenken. Dan pak ik even de nurk pak ik erbij. Ja, de Nurk heette was de Nieuwe Rotterdamse Courant. En tegenwoordig zeg je Nurk. Oh, de Nurk, ja. Handelsblad, zeg maar. Ja. Ja, dat handelsblad hebben ze ervoor afgehaald, hè. In Almere is voor de tweede keer een bus van vervoersbedrijf Connection belaagd. Een man die nog mee wilde, terwijl de bus al reed, sloeg een ruit in. Hierbij kreeg een passagier... glas in het oog. Ho ho, wat gaat hij nou doen? Midden op het stationplein van Almere Centraal kijken Ineke en Danielle, bijna 15 jaar buschauffeur, hoofdschuddend om zich heen. De ene na de andere collega rijdt spookrijdend de halte op, omdat verderop een bus met pech de rijrichting blokkeert. Jongen, jongen, jongen. Dit is een nurk, hè? Allemaal nieuwelingen. Het is de hele middag al chaos op het plein. De buschauffeurs in Almere hadden woensdag besloten tot een wilde staking na het zoveelste incident op de bus. Danielle, dat is het idee vorige, maar die hoorde ervan via de gezamenlijke WhatsApp. Problemen in het centrum. Oké, zei ze, ik kom eraan. Een passagier die nog mee wilde terwijl de bus al reed, had bij een collega de ruit ingeslagen. Na 2 uur is de staking alweer voorbij en raast toeterend een bus voorbij. Ajo, Alexander, rustig. Wat is dit? Dit is. Zou jij plaatsvervangend boos willen worden van mij? Ik word niet zo boos, Perry. Ja, maar voor mij dan een keertje. Ik mag toch wel een keertje zeuren. Dit is geen journalistiek, Marco. Hier de volgende. Het werkvolk dat in alle vroegte met de bus naar het station rijdt, valt mee. Wat is dat voor fucking zin? Wat is dat voor een zin? Het werkvolk... Dit staat in de nurk. Het... Wat deed het werkvolk? Ja, er staat dus letterlijk het werkvolk dat in alle vroegte met de bus naar het station rijdt, valt mee. Mee. Dus bij de Nurk hebben ze niet iemand die verstand heeft van Nederlands of zo. Of de Nurk heeft zoiets van, ja nee, vroeger waren we de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Handelsblad. En tegenwoordig is het allemaal maar een beetje houtje tootje. Wat is er voor een mededeling? Nou,
Wat heb ik eraan om te weten dat het werkvolk, dat in alle vroegte met de bus vanuit die Kruidenwijk of zo naar het station rijdt, dat valt mee. Ja. En dan ga ik dus echt gerust, met een gerust hart naar bed. Oh, ik dacht echt dat het werkvolk, juist het werkvolk in alle vroegte, met de bus naar het station, dat zal wel tegenvallen. Nou, dat viel dus mee. Ja. Tja. Die zijn fatsoenlijk. Hoe durven ze die mensen te beschuldigen van stenen gooien? Ja, dat kan toch niet? En bovendien, het is Ramadan, dan mag het, hè? Bij de Ramadan, dan mag je de Ramadan. Ja. Lekker Ramadan. Wat een sukkel. Het is hier weer voor elkaar, hè, bij de Hollandse Poort. Oh. Nou, weer staat er twee keer een fijne Ramadan, maar dan allebei een keer een verkeerd geschreven. Hoezo dan? Hoezo verkeerd geschreven? Met de opgeschilderd. Het schijnt hier een jaarlijke traditie te zijn. Om de Ramadan te schilderen op de muren. Maar hoezo is het dan twee keer verkeerd gespeld dan? Aan de ene kant van die Hollandse Poort staat het er op de ene manier verkeerd gespeld. Ja. En op de andere kant staat het er op een andere manier verkeerd gespeld. Ja, maar wees even concreet. Hoe dan? Oh, man, maar dat, het begint met Richard, neem ik aan. Nee, de ene is het die fene Ramadan. En aan de andere kant is het die... Ramadan, maar dan ook de N verkeerd omgeschreven. Ramadan of zo. Nee, dat was een ludieke actie van. Dat was een ludieke actie van een stelletje Klarendallers of zo. Nee, ik weet niet. Het zou best kunnen. Ja, maar we hebben het toch gehad over gefrustreerde mensen dat je die niet moet represseren. Iemand haalt het er wel weer vanaf, denk ik. Ja, maar dan nog. Hoor, ik zit niet te wachten op dat soort werkgelegenheid. Nee. Ik persoonlijk dan, hè? Maar goed, ik persoonlijk ook niet, maar goed. Ja. Ik ga weer even door, want net zolang dat jij het onderwerp afkapte. In haar gezicht gespuugd. Gaan we door naar de volgende? Oh, dan door naar de volgende? Dus niet in haar gezicht gespuugd, dat wil je dan weer niet horen. Hoe zit ik alweer bij die daarop volgen? Nee, we krijgen nou bijstandsontvangers. Ja. Helft bijstandsontvangers wil of kan niet werken. Daar heb ik gelijk als statisticus een vraag over. Dus de andere kant, die... De andere helft kan wel, en wil het ook wel. Oké, dus de helft van de bijstandsontvangers kan en wil werken. Ja, blijkbaar. Ja, want als we dit zeggen, dit is de andere helft. De helft van de 450.000 mensen in de bijstand wil of kan niet werken. Ziek zijn of zich ziek voelen wordt het meest als reden gegeven in een groot onderzoek van het... Oh mijn god... Sorry, dat was van mij. Dat stond niet hier, hè? Maar het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kijk, dan een toelichting. En waar hebben ze dat onderzocht? Ja. Wat zei je? En waar hebben ze dat onderzocht? Ja, ik ga even kijken, hoor. Peilt bijna de helft van de staat me ergens op. En bijna een derde noemt ziek zijn. Dat staat er niet echt. Nee. Nee, dat staat er niet echt bij. Ja. En zullen wel statistieken zijn. Maar waar halen ze die statistieken vandaan? Is dat een representatieve groep?
graag bij zulke soort dingetjes. Nou, kijk, ik vraag me af of deze cijfers ook überhaupt kloppen, want er zijn mensen genoeg die een bijstandsuitkering hebben. Als ze mensen echt hebben over de bijstands, die best wel willen werken en best wel kunnen werken. Nou, ik denk dat werken... En die doen ook meestal vrijwilligerswerk. Nou, kijk, werken... Dat het werken tot mensen verhoudt zich net zo als zwemmen tot vissen en fladderen tot duiven en pikken tot kippen. Ik bedoel, pikken moet gewoon... Nee, dat is een leugen. Wat is een leugen? Ja, dat zijn we gaan geloven. Maar ik bedoel, we moeten niet vergeten dat we als de oorspronkelijke mens jagers en verzamelaars waren. Dat is ook een vorm van werken. Dat is toch anders? Ja, aan mijn neus lekker nooit niet. No woman, no cry, weet je nog, van Bob Marley. Bedoel, die wijven moet je wel tevreden geven. En je kinderen. Ja. Daar zit je aan vast, hè? Ja, dus als man moet je gewoon werken. En als man wil je ook werken, want je wil de, ja, je wil de beste zijn in je roedel of zo. Je hebt ook van die vrienden, nou, maar ik ben de beste hoor. En als iedereen van je, als, mag ik even uitpraten? Als iedereen van je, wil niet werken, je wil jagen. Ja, je wil de big score. Je bent toch een man? Ja. Je wil toch niet toch lullo dood? Ja, maar dat is toch niet werken? Nou, dat is maar hoe je het woord werken interpreteert. Want ik heb nou hier ook bepaalde apparaten en die werken niet. Ja, wat moet ik met zo'n apparaat? Ja, deur uitgooien. Vuilnisbak. En in die zin moet je... Moet ik zou ze ook naar de milieustraat brengen. Wel inleveren bij een elektriciteitszaak. Ja, aan mijn neffe neus nooit niet. Natuurlijk. Die flikker ik gewoon in de vuilnisbak. Ik ben suffe Jantje niet. Kom op. Je weet wat was... Ik moet boetes krijgen, jongen. Boetes? Ik? Ja, omdat je niet voldoende recycleert. Ha. Je scheidt je afval niet. Ja, ik weet ook niet waar ze het vandaan halen, maar ik scheid namelijk mijn afval wel. Komt meestal aan mijn reet namelijk. Ja, mij ook. Wil jij ook? Kijk, over dat we dwalen een klein beetje af. We gaan net zo lang door tot jij overschakelt naar het volgende onderwerp. Maar over afval scheiden. Het probleem van dat je je papier apart moet inleveren. De oplossing is gewoon geen abonnement op de krant nemen. Dat is geen oplossing, want je krijgt desondanks ook zoveel papier binnen. Ja, ik ook. Verschrikkelijk. Maar dat papier, dat ga ik toch echt... Kijk... Dat die mensen dat naar mij toesturen, dat komt omdat die mensen langdurig en waarschijnlijk chronisch dom zijn. Dat is allemaal hartstikke vervelend voor die mensen. En dan krijg ik al die shit van die lui, maar die ga ik toch echt niet apart inleveren. Die stop ik gewoon in mijn vuilniszak. Want ik heb er nooit om gevraagd. En die paar blaadjes, want eens in de zoveel tijd, dan ga ik naar de kantoorboekhandel en dan koop ik 500 velden van die blanco's. Ja, en die schilder ik helemaal vol. Ja, maar is dat dan milieubelasting? Kom op, Marco. Dan maak je mij niet wijs. Ik heb ook van die kladblokjes van de HEMA, van dat recyclepapier. Ja, kom op. Het houdt een keertje op, hè? Ja, maar dat is het niet, joh. Maar we dwalen af, ja. Maar dan worden de helft van de mensen in de bijstand... Een abonnement op een krant is al een heel goed ding. Zeg wat? Nee, sticker op die deur is ook altijd een goed idee. Mm-hmm. Heb je nog een brievenbus? Ja. Ja, wat zijn er meer van dat soort ideeën, weet je. Maar ik wil ook weer een beetje af. Ja, we waren aan het afdwalen. Jij moest de leiding nemen. Ja. Hadden we dat van tevoren doorgenomen, Marco? Dit is allemaal voorbereid. Luisteraars, als jullie denken dat deze uitzending mislukt, is helemaal niet het geval, hè? Nee, ik was even checken aan het draaien. Dus, Langdurig in de bijstand. Ja, net zolang dat jij zegt het volgende. Ook blijkt dat hoe langer mensen in de bijstand zitten, hoe minder men de wil of de mogelijkheid heeft om weer aan het werk te gaan. Want de mensen die korter dan een jaar in de bijstand zitten,
wil ruim 70% graag aan het werk. Bij mensen die 3 jaar of langer in de bijstand zitten, is dat nog maar 40%. Nou, een reactie graag. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dat dat percentage van werkwilligen en werkkundigen, ja, dat laatste vind ik dan vreemd, dat dat ook afneemt, zeg maar. Hm? Dat mensen die dus ook langer werkloos zijn, eigenlijk ook minder aan het werk zouden kunnen. Ja, er staat hier gewoon letterlijk van hoe lang je, nou, zoals ik het lees, je ziet gewoon als procrastinatie, zeg maar. Dat mensen denken van ja, kijk, ik pas me wel aan mijn omstandigheid. En ja, ik heb gewoon zoveel in de maand, dat is misschien maar €640 of zo. En, ja, en mensen passen zich aan die situatie. En denken van, ik vind het wel best. Want ze weten allemaal, ik heb een collega muzikant, moet ik dan zeggen. En dat is een bouwvakker. En het is gewoon normaal, ja, je moet dus weten hoe vroeg die bouwvakkers beginnen. Joh. Ja, nee, dat weet ik. En wat voor en die toestanden die hij meemaakt op zijn werk en hoe die vernederd wordt. Joh. Hoe die ook van andere collega's afscheid moet nemen die gewoon totaal vernederd zijn. En zeggen, dat hou ik niet vol, ik ga elders mijn geluk zoeken. Joh. Terwijl het gewoon vakkundige lui zijn. Ja, verkies je dat boven een bestaan dat je denkt van nou, ik hoef nooit met iemand om te gaan als ik er geen zin in heb. En ik heb gewoon mijn minimale bestaansvoorwaarden. En ik red me wel. Ik begin wel een moestuin. Ja, daar heb je genoeg tijd voor. Als je net zo vroeg opstaat als mijn vriend Wout en je gaat al die tijd stoppen in je moestuin. Ooit gedacht aan papaver kweken? Verdient wel bij dan. Niet willen of niet kunnen. Ik lees je voor. In onze enquête zullen ook in zekere mate sociaal wenselijke antwoorden gegeven zijn, zegt Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek van CBS. Zeg maar. Tegen NH. Dat is een RTVNH, Noord-Holland, dinges, RTVNH. Het precieze onderscheid tussen niet willen werken en niet kunnen werken, weten we dus helemaal, helaas niet. Oké. Okay. Dus, Dat zegt hij dus impliciet toch, dat hoe langer mensen zeg maar in de bijstand zitten, hoe minder ze in staat zijn om te werken. Ja. Nou, ik weet wel degelijk dat er zoiets bestaat als, bijvoorbeeld als iemand een gebroken been heeft, hè? Dan krijgt hij gips. Ja, nee, laat me even uitpraten. Ik dwaal niet af. Ik dwaal nu niet af. Als iemand een gebroken been heeft, dan krijgt hij gips om zijn been. En als het gips er later afgaat, dan constateert die persoon dat ze dus dat been waar het gips omheen zat, is een stuk dunner geworden. En dat is gewoon omdat je het niet gebruikte. En die persoon moet echt weer helemaal opnieuw leren lopen. Gewoon echt langzaam die kracht opbouwen. Ja. En het is gewoon een schande dat mensen niet mogen werken. Mensen moeten nodig zijn. Als mensen 's morgens wakker worden, moet hun hart kloppen en denken van kut, hoe laat is het? Ben ik wel op tijd? Nou, zo versterkt kun ik nou ook weer niet iedereen, hoor. Maar in principe heb je dat regelmatig nodig. Want dan stel je namelijk iets voor, Marco. En als niemand het uitmaakt of jij om 9:30 komt of om 10:30. Voor mij kon je om 5:30 binnenwandelen. Of je komt de hele dag niet. En ze missen je toch niet. Dan gaat er iets. Dan gaat er een lichtje dood. Tenzij je met een hoger plan bezig bent. Dat is wat anders. Ja, goed. Dan moet je dus ook je. In ieder geval. Waar kies je dan voor? Dan ga je het op een gegeven moment zelf iets doen. Dan wel of geen geld oplevert. Ja, maar je moet nodig zijn. Of je gaat vrijwilligerswerk doen of wat dan ook. Nee, je moet nodig zijn. Precies, dan kan je dat doen. Ja, dan ga je vrijwilligerswerk doen. En dan nog steeds heb je dan die stress. Want je hebt afgesproken dat je er om 1:00 zou zijn. En dan moet je er ook om 1:00 zijn. Ja, nou ja, goed. Ook al ben je maar vrijwilliger, wil je.
Als vrijwilliger kan je niet zeggen dat je s'avonds nog even belt. Ja, hallo, ik had er vanmiddag om 1 uur moeten zijn, maar ik moest mijn goudvissen uitlaten. Daar hebben ze niks aan jou als vrijwilliger. En je wil nodig zijn. Je wil nodig zijn voor andere mensen. En dat moet nut hebben natuurlijk, hè? Niet. Nou ja. Het moet wel nuttig zijn. Ik wil. Klopt mijn gevoel wel dat er andere cijfers is die klopt, weet je wel, als je dit zou zeggen. Ik wil graag aan het werk. Want jij bent nou ook niet bepaald zo'n harde werker, dus. Oh nee joh. Ik werk meer dan 2 dagen per week, Marco Robinson. Oh, die heette Abraham of zo. Maar in ieder geval meer dan 2. Zeker meer dan 2, ja. En mijn vader trouwens ook. En ik heb ook tijden echt wel meer dan 2 dagen in de week gewerkt. In die tijd met Wijnander Willems, hè? Daar heb ik dus 10 jaar lang de afwas gedaan. Vind je dat geen werken? Ik denk dat we naar Zwitserland moeten gaan. Nou, zeg nou, Zwitserland. Zwitserland, ja. Oké. Ja, dat wordt echt heel bijzonder, dit. Na 24 jaar wachten trekt Zwitserland toetredingsaanvraag voor de EU weer in. Een week voor het Britse referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie heeft het Zwitserse parlement besloten om de 24 jaar oude toetredingsaanvraag formeel terug te trekken. Ja, nou, je mag gelijk even reageren op deze intro. En of je daar een vraag over hebt. Ik vind het schokkerend, dat heeft zware gevolgen voor de economie. Is dit nu per referendum beslist of... Heeft Zwitserland dit op een andere manier gedaan? Nee, het was het parlement. Over de hoofden van hun bevolking heen of zo? Het is de Zwitserse regering die de Europese Unie gaat mededelen dat de Zwitserse toetredingsaanvraag uit 1992 als nietig beschouwd moet worden. Zo verklaard? Nee, jongens, we gaan niet met jullie meedoen. Nee. Nee, ze zou wel gek wezen. Nou, dat is eigenlijk een soort, ja, wel eenzelfde soort beweging als de Brexit eigenlijk. Maar eigenlijk, ja, stelt het ook helemaal niks voor. Maar dat was alleen maar een aanvraag. Verandert helemaal niks aan de situatie. Ja, kijk, maar als de Zwitsers toegelaten worden, wat denk jij? Gaan we dan ontwikkelingshulp geven aan Zwitserland, net als aan Griekenland? Of wordt Zwitserland dan net als wij, netto betaler? Ik denk dat Zwitserland netto betaler wordt. Precies. Zeker. Dus de Zwitserse regering heeft besloten dat ze geen netto betaler gaan worden voor dat project van de EU. En in 1992 hadden ze nog zoiets van, ik wil altijd kijken. Hè? Nee, maar zij zien natuurlijk ook die Zwitsers van, ja, die Europeanen, die zijn knettergek. Met die verdragen die ze met Amerika en Canada... Canada al gesloten en met Amerika of met de Verenigde Staten nog gaan sluiten. Die Europeanen zijn knettergek, daar willen we niet bij horen. Er zit het hele TTIP... Marco, toen ik klein was, hè, ja. Een jaar of 17 of zo, hè, toen kwam ik voor het eerst in Friesland. Echt in Friesland, hè? Gewoon met mijn vriendje. Nee, ik ken het. En ik was er dus echt met mijn vriendje dan samen, met een zeilboot. En we hadden maar een heel beperkt budget en zo. Je kent wel zo'n jongensvakantie, hè? En dan ben je echt in Friesland. Dan dacht ik echt van, wow. Ja? En later ging ik naar Groningen en dacht ik, wow. En ik vind eigenlijk van, ja, als je dat allemaal bij elkaar neemt, die diversiteit die daarin zit... Dan denk ik van ja, Nederland is groot genoeg voor mij hoor. En ik wil helemaal geen lid zijn van Europa. Dat is... op die manier, daar heb ik er helemaal niks aan.
En ik vind het ook helemaal niet erg dat ik mijn paspoort moet laten zien als ik naar Frankrijk ga. Ik denk dat we de waanzin van de politieke unie, die moeten we de deur uitgooien. Maar het concept van de economische, de gezamenlijke markt, die moeten we handhaven. Ja, maar voor een gezamenlijke markt heb je eerlijke bankiers nodig. En heb jij die nog toevallig in jouw kast zitten? Heb jij nog een paar eerlijke bankiers die uit de kast willen komen? Oh, wanneer zijn die toch ook weer uitgestorven? Ja. Oh, die zijn er nooit geweest. Oké, en waar zit ook alweer... Dus je hebt de allerhoogste bank, is de Bank van Internationale Overeenkomsten of zo? De Bank of International Settlements. De BIS. Weet jij toevallig in welk land die bank zit? Zou die in de Verenigde Staten zitten? Nee, dat is fout geantwoord. Probeer het nog een keer. Zwitserland? Ja, goed zo. Oké, er is ook een spreekwoord hè, over de katholieke kuddekerk. Ik zeg, vroeger zei ik wel... Alle kerken zijn kuddekerken, hè? Ja, vroeger zei ik wel eens katholieke kuddekerk, maar dat doe ik niet meer. Nee, oké. Katholieke kuddekerk. En dan hadden ze zo'n spreekwoord. Geen geld, geen puntje, puntje, puntje. Wat was puntje, puntje, puntje? Dat weet ik niet. Hij sloeg op een garde van soldaten. Maar geen geld, geen garde? Ja, Zwitsers. Oh, die. Zwitsers, ah, ja. Zwitsers. Geen geld, geen Zwitsers. Ook geen soldaten? Ja. Maar dat klopt ook. Want als er geen geld is, is er ook geen bier. Ja. Die je soldaten kunt maken. Ja, precies. En ik ben zelf dus ook om die reden... Ik ben geen soldaat natuurlijk, want ja, arm als een kerkrat. Ik ben een strijder. Ik moet het maar doen met de riemen die ik heb. Ik ben een strijder. Mijn loon, Marco, maak je over mij geen zorgen. Ik ben een strijder. Oh nee. Genoeg aan je kop. Ik maak me over mezelf niet eens zorgen, dus waarom zou ik het over jou doen? En ik hoop dat mensen dit horen. Zullen we de volgende pakken? Of heb je nog iets over te zeggen over die Zwitsers met hun katholieke kuddekerk? Nou ja, ik vind dat ik me wel zorgen maak dat er straks helemaal niks meer te zeggen en de hele wereld in handen is van grote corporaties. Als conglomeraten als Europa en Amerika de vragen als TTIP gaan sluiten. Ja, dan moet straks iedereen magnetron maaltijden eten. Net als die waar jij heel goed bij je leven blijft. Ja. Kijk, ik voel weer een bijbeltekst in mij opkomen, dus ik denk echt dat het voor jou nu tijd is om dit onderwerp af te kappen. Ik zit even een jointje te draaien, dus sorry. Oh jee. Oh luisteraars, nou laat ik van deze gelegenheid gebruik maken om geen bijbeltekst te citeren. Kijk, ik ben al lang blij dat Marco meedoet. Is dit een botsende ego-uitzending trouwens? Nee, weet ik niet. Of is dit gewoon weer met professor Dr. Marco Robinson? Dit is gewoon weer met professor Dr. Marco Robinson. Geweldig. Als ik een wiet koop hier in Arnhem, huh? Dat vind ik dus wel een kwestie van evolutie. Hè? Maar vroeger was het ontzettend moeilijk om aan je wiet te komen. Tegenwoordig niet meer. Vroeger was het op zich ook niet zo moeilijk om aan wiet te komen, maar vroeger was de wiet zo beroerd. Oh. Echt waar, joh. In vergelijking met die van tegenwoordig. Ja, maar zou dat niet aan jou liggen? Nee, dat ligt aan verbeteringen in de kweekmethodes en hier en daar wat genetische manipulatie. Ach, man. Nee, dat kan toch niet? Jazeker. Ja, het kan wel, maar dat is wel mogelijk, man. Volgens mij... Door natuurlijke selectie.
kruisbestuiving gedaan hoor. Daar zit dan een politiek achter. Kijk, toen ik klein was, hè, een jaar of 17, hè, toen zat ik dus ook wel te smoken. Mm-hmm. Heb ik ook, nou, ik werd bang, jongen. Ik kreeg angstaanvallen en alles. Nou, tegenwoordig niet meer. Ligt dat nou aan die wiet? Van, ik wil die wiet weer terug met die angstaanvallen. Nee, dat doe ik niet. Ik ben langblijk, ik rook gewoon mijn wietje en ik surf verder niet. Ja. Ik heb nooit puistjes of zo. En ik heb ook helemaal geen darmkanker. En, je bent gewoon hoesten, dat doe ik. Verschrikkelijk aan het afdwalen, Perry. Dus het wordt niet ja. Echt wel tijd om even. Kijk, en daar zat ik op te wachten, luisteraars. Het is gewoon een kwestie van professor Dr. Marco Robson. Maar nu moet je echt even meekijken. Jij moet nu wel, deze moet je echt zien. Want ik wil je commentaar op de video. Ontsnappen aan politiewagen. Ja. Maar ik wil eigenlijk dat je gewoon commentaar geeft. Kan je dat ding even opstarten? AUB, please. Dat welk ding? Dat filmpje. Dat is dat een filmpje? Ja. En dan lees ik onder wel voor de luisteraars. Criminelen ontsnappen uit politiewagen. Deze beelden werden gemaakt in Zuid-Afrika en je kan zien hoe twee opgepakte criminelen erin slagen om uit een politiewagen te ontsnappen. Heb jij die ook voor je? Ja. Oh, je bent er al. Ja, je hoort het. Oké, moet jij even je sound uitzetten? Je sound is niet belangrijk. Nee? Nee, ik doe mijn geluid ook uit. Sound uit. Geluid uit, kom op. Dat is echt heel lelijk, Marco. Dat hoort niet. Nee, ik weet het. Zal ik hem even overnieuw opstarten, allebei aan het begin beginnen? Wat van het begin beginnen? Ja, dan tel ik even af en dan doen we allebei bij nul. Joh. Jawel, ik wil dat je hem bespreekt. Dat is hartstikke grappig. Ja? Dus ik ga hem dan nul zetten en jij gaat hem bespreken. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Gaat-ie. Oké, dus het is een filmpje over hoe twee mensen uit een politieauto ontsnappen. Ja. Ik zie hier wel dus langzaam wat beweging in de achterklep van die auto komen. Ja. Naar een relatief klein gat. Kijk, en dan komt er eentje uit. En dat doet hij hartstikke goed, hè? En die trekt nog eventjes de klep wat verder omhoog. En dan komt ze en hij doet hem dicht. Hij doet hem dicht. Nou, die komt weer terug. En dan geeft hij de politieauto ook nog eens uitgeven. Oh, die deur goed dicht te doen. Hij heeft toch een gevoel van zedigheid. Maar ja, laat ik niet alles kapot maken. Ik wilde alleen maar naar buiten. We zijn er wel uit. Zie ons maar weer eens krijgen. Maar ik ga eventjes naar... even kijken. Ik zet hem even... Oh ja, ik zet hem even stil. Wacht even op. Shit. Ik ben een skinkast, hè? Wacht even hoor. Wat mij ook opvalt hier. En dat is op. Shit. Ben ik weer voorbij. Oké, dan heb je dus deze. Dan doet hij de deur dicht. Holt hij weg. En dan gaat die kamer. Ja! De shot op 44 seconden. Nee, 33 seconden, sorry. 33 seconden. 44 seconden is hij afgelopen. Ja, precies, ja. Op 33 seconden. En dan de stil. Maar ik vind ook al die twee dames die er zo langs lopen, die dan zo kijken. Maar wat is daar aan de hand? Mm-hmm. Ja, trekt hij er zo aan? Hoppa. Oké, maar dan de stil op 33 seconden. Ja, en dan komt hij er aan de zijkant uit. Dat vind ik dan wel heel knap, eigenlijk. Heb je nou die stil op 33 seconden? Kijk, zoek hem even op. Want die heb ik hier voor de kijkeraars op de screencast erbij staan. En dat viel me echt op. Moet ik hem even vol screen zetten hoor. Ja, nee, doe je best. 33 seconden. 0, dubbele punt, 3, 3. Ja, dan ken je de vrijmetselarij, de 33ste graad. De politieauto, met een, tenminste, dat lijkt mij een politieauto. Ja, dat is die politieauto waar ze uitgebroken zijn.
En dan iets wat het lijkt op een hele hoop rugzakken of zo. Ja, goed zo, Marco. 10 punten en de bonus. Zijn ze daar ook aan het vluchten? Dat zijn dus de vluchtelingen die zijn naar Zuid-Afrika gevlucht. En die hebben even hun rugzakken daar neergezet. Ja, ja. Wat is dat voor soepzooi daar? En die stoep? Ja, dat is mij. Nou, volgens mij is het een stoepzootje. Stoepzootje? Ja, oké, maar dat is in Zuid-Afrika, hè? En van weer die boer? Maar daar lijken ze de onderkant van de tegel boven, dus... Dat doen we hier in Nederland ook, hoor. Wim Bulsink heeft dat mij uitgelegd. Wim Bulsink is behalve kruidentuin-expert. Mm-hmm. Ook tegenlegger. Dus op zich is daar niks mis mee. Maar, en dan daarachter, multimarkt. Ja. Lijkt me een fijne winkel, man. Daar zou je echt als eerste met je nieuwgeboren kind naartoe willen gaan. Voor een kind. Ja, ja, precies. Met your daddy is rich and your mama is good looking. Let's go to the multimarkt. En waarom zijn er trouwens geen katen ze? Nou, dat komt. Dat zou er best wel eens gewoon Afrikaners kunnen zijn. Net zoals in het Arnhems. Oh. Dit de markt heet de Mer. Ja. Dus. Ah, dat kan een punt hebben. Het is multimarkt, multimer, ja. Weet je wel, dus dat klinkt heel logisch. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat toen wij wegvluchten voor die man met die vissenhoed. Die verandert iedere keer van naam. Tegenwoordig heet hij Gorge Ben Kokkeli al. Maar toen wij wegvluchten voor die man met die vissenhoed. En toen gingen we naar Zuid-Afrika. Dat project is dus mooi mislukt. Dus hadden we dan in die tijd niet moeten wegvluchten voor die man met die vissenhoed? Nee, je begint nou een beetje. Ja, dit is een vraag, hè? Want dat is zo, hè? Wij blanken, wij zijn. Ik begin je een beetje moeilijk te volgen, nou. Ja, ja. Maar het is gewoon echt een serieuze vraag over de geschiedenis, hè? Want je hebt de Boerenoorlog gehad, hè? Door Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika, ja. Kijk, in Zuid-Afrika, de statistieken zijn sinds de afgelopen 10 jaar of zo 30.000 blanken vermoord. Iedereen scheidt er in zijn broek van de angst. Hoe was dat ook alweer? Ik had een boek over geschreven, dat heette Boeren tegen Britten tegen Zulus. Nog een keer? Boeren tegen Britten tegen Zulus. Boeren tegen Britten? Tegen Zulus. Tegen Zulus. Dat was de Boerenoorlog. Een driepartijenoorlog. Een driepartijenoorlog, alleen de Britten vochten met de Boeren en ze vochten met de Zulus. Ja, ja. Maar tegen. Ja. En die concentratiekampen, welke rassen werden opgesloten in die concentratiekampen? Hadden ze dat in die Boerenoorlog? Ja. Was dat toen al? Ja. Oh, ik dacht dat het pas in de Eerste Wereldoorlog was uitgevoerd. Door de Amerikanen. Oh. Ja. Dat kan. Ja. Maar goed, dan is er voor jou een gokje. Mag je nu gokken? Welk ras werd er gestopt in een concentratiekamp? Gewoon op je gevoel antwoorden. Gewoon gooi het erin. Bantoes. Fout. Probeer het nog een keer. Ik zeg de Bantoes. Ja, dat is, antwoord is fout. Probeer het nog een keer. De Hottentotten. Fout. Probeer het nog een keer. Ik zou zeggen de Hottentotten. Ja, fout. Probeer het nog een keer. Ben je niet in de war met Indonesië? Nee. Ik heb het over Zuid-Afrika. In de tijd van de Boerenoorlog. Dat zou beter geweest zijn. Ja? Nog een keer? Geweest zijn. Nee. Ja, maar
Blank. Ah, maar ik liet je het mooi intrappen toen ik zei Britten. Toen zei jij van, nee, het is boer. Dus ja, en toen had ik je mooi intrappen. Ja, want de Britten die daar zaten, die waren van de paus. Nee. We zijn ons achterna, we zijn weggevlucht naar Zuid-Afrika. We zijn weggevlucht naar Noord-Amerika. En de paus is gewoon achter ons aangekomen. En in Zuid-Afrika, en je kan hier zien wat de paus brengt, op deze skincast, wat de paus brengt. Huh. En we zitten gewoon, wij, mijn vriendje Harm, dat is ook de vriend van mijn dochter, maar ja, dat is dan haar huwelijksvriend, hopen we maar. Maar hij is ook mijn vriend. En hem legde ik heel simpel uit. Want een tijdje terug hebben ze de boekdrukkunst uitgevonden. En dat veroorzaakte een wende, een beweging. Ja, weet je, zoiets als het internet, maar dan verder. Ja. Ja, en nu hebben we het internet. Ja. En nu wordt het veel verfijnder. Nu kan je veel meer details zien. Hoe anderen het doorhebben, niet helemaal alleen doorhebben. Ja, ik denk dat ons bewustzijn door het internet ook echt toeneemt. Ik heb dat idee ook. Dus in ieder geval, ik denk niet voor iedereen. Want het brengt ook alweer een scheidingslijn teweeg. Mm-hmm. Namelijk tussen de mensen die heel erg handig zijn met die dingen en de mensen die er helemaal niks mee kunnen. Nou, de drummer van mijn band, die doet gewoon niet aan computers. Maar bijvoorbeeld, heb je dan al zo'n beetje? Nou, hij heeft zoiets van, dat heb ik helemaal niet nodig. En ja, hij is gewoon een bouwvakker, hij heeft een Makita, hij weet alles wat hij moet weten. Nou ja, dan maak je wel gebruik van een computer en waarschijnlijk iemand die dat computerwerk voor hem doet. Ja, maar dat is niet iemand, hij heeft bijvoorbeeld echt geen Facebook-account en hij gaat echt niet naar zijn werk inloggen op Facebook. Nee, maar ik had ook niet elk formuliertje. Als je werk hebt, heb je niet zoveel last van papierlos hoor. Dan moet je toch nog zijn belasting met papier invullen, zijn belasting aangeven. Ja, of laat het iemand doen. Hij werkt vanuit zijn bureau, dus. Ja. En dan ben je van alle gezeik af, dus gewoon inschrijven en. Ja, maar dan nog moet je altijd zelf aangeven doen, hè? Dat is allemaal niet zijn probleem. Hij heeft een vriendin, want als ik dus een mail stuur naar de bandleden, dan, ja, hij, zijn vriendin, die moet die mail dan krijgen, en dan zegt zijn vriendin tegen hem, je hebt een mail. En dan zegt hij, oh ja, joh, wat staat erin? Ja, dan zegt zij gewoon, dan staat dit in. En dan zegt hij, oh, dat is goed. Maar zo is het toch ook? Maar wat heeft het voor zin om Wout de hele tijd te bliep-bliepen? Dat is helemaal niet. En dat merk ik nu ook onder jonge mensen, dat ze dat gaan zien. Dat als je in de kroeg zit met je mobieltje, dan zit je niet echt in de kroeg. Want dan zie je gewoon de mobiele. Nou. Ja, toch? Jawel. Nou. Ik heb dat wel vaak genoeg gezien. Hè, dat ze dan. Heeft iemand iets op zijn mobieltje gezien en meteen zit van even kijken. Mm-hmm. Nee, die sociale interactie, die reële sociale interactie, die is er ook nog wel, hè? Ja, dat zei ik toen ook tegen die dame, maar had dan wel kinderen. En dat vind ik dan wel lef tegenwoordig, hè? Dat je als wijf gewoon een kind durft te krijgen. Hè? Dat is toch een teken van lef, of niet? En zij zat dus ook zo te mopperen over al dat e-mailgedrag, zullen we zeggen, dat niet op de plek zijn. En toen zei ik ook tegen haar van ja, kijk, het gaat er wel om dat je bent als mens in staat om meerdere dingen tegelijk te kunnen doen. Je kan gewoon ergens zijn en het lijkt net alsof je ergens anders bent, maar je bent gewoon twee dingen tegelijkertijd aan het doen. Dat kan gewoon. Absoluut. Het feit dat iemand op zijn beeldscherm zit te kijken, wil niet zeggen dat hij niet naar je luistert. Mooi, ik heb nou opname opstaan van de
repetitie. Met mij en de drummer. Huh? Ja, van die band van mij, VMS de Hufters. Ja? En heb ik geproefrepeteerd. Hebben we van alles uitgeprobeerd. Kabeltjes en toestanden. En dit is opgenomen met een beringen. Die beringen, die ken je wel. Die oude beringen van mij. Waarmee dit gesprek ook wordt opgenomen. Ja. Het leuke is een kelder. Geinig voor de mensen om te weten dat je ontzettend veel lol kan hebben. Met helemaal niks. Dat klonk wel een beetje filosofisch. Hè? Maar goed, aan jou is het laatste woord, Marco. Bij het laatste woord? Nou, dan hang ik je op. En tot de volgende. Hartstikke bedankt, Marco. Nou mensen, dat was hem.